Is een kunstwerkje op zich, toch? Koop je niet bij de intratuin. Ja, en bonsai hebben ze ook. Ja. In eerste instantie denk ik dat boer zijn manier van leven is. Nou, dat doen wij gewoon. Ik denk dat dat ons heel erg goed gelukt is. We zijn hier met z'n tweeën begonnen. We wonen inmiddels hier met z'n vijven. Ik denk dat we echt een gezinsbedrijf hebben. Toen wij hier in 92 begonnen, hadden we wel als doel om een gemengd bedrijf te creëren. Wat een duidelijke kringloop heeft van een stevigheid aan de binnenkant. Zodra je zo'n stuk land koopt voor 50.000 euro, dan wil je wel graag de maximale opbrengst. En het idee is dat als je de bomen langs laat groeien, dat je die maximale opbrengst er niet mee haalt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat er genoeg boeren zijn die denken van, je hebt een schaduw van, ze halen water weg. Dus onder die eiken zie je dan gelijk wel dat er veel minder groeit. Nou, in eerste instantie gewoon simpelweg omdat ik het mooi vind. Dit is een restant van Koekangenveld. Dit zit hier gewoon nog in de grond van wat er eerder aan natuur was. En ik denk dat het in zijn totaliteit het hele systeem ook gewoon gezond houdt. De diversiteit die het opbrengt, maakt dat je een totaal gezond bedrijfssysteem hebt. Er zit een enorme diversiteit in het gras wat hier staat. Zoals Salomonszegel, Koningsvaren, Gagel. Ja, dat zijn dingen die je niet zo standaard aantreft. En later, toen wij hier begonnen, kreeg je op een gegeven moment agrarisch natuurbeheer. Dat werd gesubsidieerd. Dus dat was ook een reden om ermee verder te gaan. Het is wel mooi dat je er een vergoeding voor krijgt. Als je het allemaal zelf moet betalen, dan wordt het wel een dure aangelegenheid. Ik zal er vandaag nog mee beginnen. Omdat het het mooier maakt. Dit is de geschiedenis, ja. Ja. Ik bedoel, zo'n vliegdans zoals deze, die is denk ik ouder dan dat ik ben. Maar ik ben stiekem ook wel een beetje trots. Ja.